Ja, nog niet zo lang geleden was Reuzel in rep en roer, want er zouden windmolens komen. Maar nu is er iets veranderd, want Reuzel wil heel graag windmolens. Wat is er veranderd? Alice van der Plas, onze verslaggever, die kant op gestuurd. Ja, dat is toch een draai om maar in windmolentermen te blijven. Ja, want eigenlijk dachten ze in Reuzel van nu dat de windmolens van Eneco er zijn, willen we eigenlijk geen windmolens meer. Zetten we er een punt achter, dat zei althans de gemeente. Maar nu zijn er burgers die ook weer plannen hebben voor windmolens. We staan nu aan de Postelse dijk. Kijk uit over de nog half donkere landerijen van boer Jacob van de Borne. Aardappeltelers, hierachter zijn de aardappels ook net gelost in de grote loods. Je hebt een enorm bedrijf overigens. Volgens mij ben je een van de grotere hier in de regio? Ja, zeker. We doen er in ieder geval goed mee, zullen we het dan zo zeggen. En buurman Ralf Lavrijsen woont hier ook aan de Postelse dijk. Hoeveel windmolens willen jullie hier? Nou, hoeveel is nog niet echt concreet. Het eerste idee is 8 tot 10 windmolens. Uiteindelijk onderzoek blijkt wel haalbaar is. En dan wordt er vervolgd. Waarom willen jullie die windmolens zo graag, Jacob? Nou, we willen als de vereniging die we opgericht hebben, van alle omwonenden, zijn we eigenlijk een beetje beu dat we altijd negatief in daglicht komen. En we willen nu ook als bedrijf zijnde. En we willen eigenlijk zorgen dat wij onze energiebehoeften, die we met heel de gemeenschap toch moeten vergroenen, die kunnen wij hier prima realiseren achter onze boerderijen. En we willen daarmee ook iedereen de kans geven om daarop mee te investeren. Dus het is echt weer een burger-boeren initiatief. En ik denk dat we door dit verhaal dat we ook onze regio en ons vak weer beter in het daglicht kunnen krijgen. Ja, het is echt negatieve aandacht, Ralf. Maar ja, windmolens gaat ook wel gepaard met negatieve aandacht. Want er zijn buurbewoners die zijn bij die Eneco-molens zijn ze echt naar de rechter gestapt om het tegen te houden. Ja, een belangrijk verschil tussen toen en nu is wel dat het toen het initiatief kwam vanuit Eneco. Nou, wij hebben het proberen om te draaien door samen met de omwonenden te gaan kijken van welke mogelijkheden liggen er om te ontwikkelen. Zodat we enerzijds de lust hebben, maar ook de lasten. Dus we hebben last van de windmolens, maar we worden misschien zelf financieel. Ja, en in de zin van het imago ook een stukje op verbeterd. Laten we zien waar ze komen, Jacob. We staan in pal achter het bedrijf. En hier zie je hele grote landerijen liggen waar de aardappels dan op staan, denk ik zo, Jacob. Ja, nou ja, we zien hier links nog een perceel aardappelen. Maar eigenlijk, als we deze kant op kijken, helemaal naar links toe, dan heb je eigenlijk alle agrarische bedrijven aan de Postelse dijk staan hier op een rijtje. En wij willen eigenlijk de molens achter de bedrijven zetten. Dus achter elke grote bedrijfslocatie willen we een windmolen plaatsen tegen de bosrand aan. Daardoor denken wij dat ze mooi in het geheel passen van onze grote agrarische bedrijven. En maakt het eigenlijk in één groot geheel. En doordat we dat kunnen doen, kunnen we ook iedereen in de straat daarin mee laten participeren. Iedereen in deze straat kan van stroom worden voorzien? Ja, het idee is ook door deze stroom dat wij zelf als boerenbedrijven energie-neutraal gaan worden. En niet energie-neutraal, maar uiteindelijk ook klimaat-neutraal. Nu zijn jullie gisteren naar de gemeenteraad gegaan. Hè? Commissievergadering hebben jullie een eerste presentatie gegeven. Hoe was dat nou? Want die gemeenteraad had zich nou juist voorgenomen van geen windmolens meer in Reuzel. Nou ja, vooraf, Jacob en ik zei ook tegen elkaar, best wel spannend. Van, hoe gaat de gemeenteraad erop reageren? De eerste reacties waren eigenlijk hartstikke positief. In die zin van, houd er rekening mee wat dat er allemaal in het verleden heeft gespeeld. Nou ja, daar houden wij ook zeker rekening mee. Daarom proberen wij het ook juist vanuit andere kant te benaderen. Dus eigenlijk gisteren een positief dag gehad. Verwacht je nou weerstand toch nog wel vanuit het dorp? Nou, ik denk dat wij heel goed moeten gaan uitleggen wat onze intenties is. Hoe dat ook de mensen in het dorp kunnen meeparticiperen. Want dat is zeker de bedoeling. Misschien dat we een dorpsmolen zetten. Dat de mensen uit het dorp daarop mee kunnen investeren. We gaan gewoon eigenlijk alle ideeën die de mensen uit het dorp hebben, daar staan wij voor open. Dat is ook juist de volgende stap. Wij gaan niet alleen onderzoeken of we het kunnen inbouwen in de natuur en met alle betrokken partijen. Maar we willen ook aan de mensen in het dorp vragen van hoe zien jullie nou potentie in? Wij faciliteren, maar laten jullie ook maar eens weten hoe jullie daarover denken en wat jullie wensen daarin zijn.
Nou, wij konden het natuurlijk niet laten. Wij hebben gebeld met die actiegroep van destijds. Geen windmolens in Reuzel, heten ze. Zij zijn naar de rechter gegaan. Hebben uiteindelijk verloren, want die Eneco-molens zijn gewoon gekomen. Ze hebben wel plantschade gekregen, overigens. En zij zeggen, ja, we zijn toch een stukje milder over deze windmolens. Want hier hebben we het idee dat het vanuit de burgers zelf komt. En dat het dorp en de burgers er veel meer van gaan profiteren dan van als een grote energiereus hier windmolens neer gaat zetten. Een Reuzels-initiatief dus in plaats van de energiereus. En dat wordt beter gepruimd daar in Reuzel. Alice van der Plaats, dank je wel.